Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Goedenavond en welkom bij Kruispunt. Welkom bij de kloosterserie op reis. Want deze zomer gaat Kruispunt op bezoek bij buitenlandse kloosters die geleid worden door Nederlandse abten en abdissen. En ik kan u verzekeren, deze Nederlanders wonen op de mooiste plekken van Europa. Op een eiland, in de heuvels of zoals vandaag in de bergen rond het Franse Grenoble. Ik ben onderweg naar La Grande Chartreuse. Dat is het strengste klooster ter wereld. Hier, in het massief van de Chartreuse, het volgebergte van de Alpen, leven de Carthuizers, zo'n 30 in getal. Het zijn monniken die in de stilte en de eenzaamheid leven als kluizenaars. En ze doen dat onder de bezielende leiding van een Nederlander, Marcelin Tewes. Hij is de komende dagen mijn gastheer. De monniken die hun leven hebben gewijd aan God danken ons bij voorbaat al dat we de eenzaamheid willen respecteren waarin ze kunnen bidden. En dat we ook de stilte respecteren. We zullen er dus niet in kunnen. U bent Don Marcelin Tewes. Ja. En ik ben Leo Feijen. Van Kruispunt. Kennis te maken. En ik vind het een voorrecht dat wij met u kennis mogen maken. En wederzijds. En hoe gaat het met u? Goed. Ja? Ja hoor. En ik heb net naar dat bordje gekeken, de monniken, die vragen of we de stilte en de eenzaamheid willen respecteren. Ja. Waarom hecht u daar zo aan? Waarom hechten wij daar aan? Dat is heel ons leven ligt daarin. Een leven van eenzaamheid en stilte. Leven van eenzaamheid en stilte, ja. En die twee gaan altijd samen. Je kunt niet eenzaam zijn in het geluid, in het lawaai. En als je eenzaam bent, heb je het nodig om stil te zijn. En stilte om je heen te hebben. En dat verdraagt zich niet met mensen die af en toe aankloppen en te gast zijn? Jawel. We moeten dingen niet te absoluut zien. We zijn hier in de wereld en absolute dingen die zijn er niet in de wereld. Het is altijd relatief. Ja? Dus, ja. Dus als ik u vraag of ik één nacht zonder camera en zonder geluid bij u mag doorbrengen, zou u dat doen? Ja, de procurator is er mee eens. Ja? Ja. Dus ik mag een nacht. Ja, ja, je mag een nacht. Dus dan krijg ik toch een beetje een indruk van hoe het daar binnen is. Ik hoop het voor u. Ja. De Carthuizers, een van de meest gesloten orders in de wereld. In de beslotenheid en eenzaamheid van hun kluizenaarscel wijden de monniken hun leven aan God zonder inmenging van buitenaf. Net zoals hun oprichter Bruno dat deed 900 jaar geleden. Bijna niemand mag het klooster in, ook de familie van de monniken niet. De Carthuizers van La Grande Chartreuse spreken tot de verbeelding. Jaarlijks bezoeken 65.000 mensen het nabijgelegen Carthuizenmuseum en de winkel waar de gelijknamige likeur te koop is, een van de bestaansmiddelen van het klooster. Het klooster zelf is eigendom van de Franse staat. Tamelijk imposant, groot, veel te groot op het ogenblik voor ons. We zijn hier met 28 en het is eigenlijk berekend op 80 tot 100 man. Dus het is niet veel te groot, maar... Ik zie aparte huisjes. Ja, dat zijn de cellen waar dus iedere
Iedere eenzame monnik die heeft een huisje, een kluis. Die leeft op zichzelf? Dan als u daar niet te veel op nadruk op geeft. Want wij leven op onszelf, maar wij leven ook heel erg, heel sterk met elkaar verbonden. Hoeveel dat tijd? Voelen we iedere minuut van de dag. Hoeveel tijd brengt een monnik door in zijn cel? Het grootste deel van zijn leven, het grootste deel van de dag. In grosso modo kunnen we zeggen dat wij ongeveer van de 24 uur die de dag telt, zijn wij er ongeveer 3/4 in de cel. Minstens. Zo'n 18 uur? Ja. Alleen in de cel? Ja. Als mensen nou zeggen, dit is de strengste kloosterorde ter wereld. Ja. Wat zegt u dan? Niet veel. Dat is heel relatief. U vindt dit niet streng? Nee, het is heel relatief. Waarom is het niet streng? Omdat het goed uitgewogen is alles. Omdat het, als je er met je volle zin bent, dan ben je er gelukkig. En dan voel je eigenlijk dan voel je eigenlijk niet dat het leven drukt op je schouders. Dit is de zin van uw leven? Ja. En wat is die zin? Er is maar één zin voor mij. Dat is naar boven. En geeft dat vrijheid? Met de tijd. Moet je veel tijd voor nemen. La Grande Chartreuse wordt nu 7 jaar geleid door Marcelin Theeuwers, prior. Naar kloostertraditie aangesproken als Don Marcelin. Hij is tevens generaal-overste van de gehele Kartuizerorde die wereldwijd 24 kloosters telt. Don Marcelin is 68 jaar en afkomstig uit het Brabantse Rijen. Hij is al 44 jaar Kartuizer. Zijn intrede is niet zonder slag of stoot gegaan. Ik heb nooit getwijfeld aan mijn roeping. Ik heb nooit getwijfeld aan de bijstand van boven. En aan de aanwezigheid van onze lieve Heer bij ons. Maar ik heb wel getwijfeld aan mezelf. Kun je het aan? Kun je daar je hele leven mee vullen? Ik was 24 toen ik binnenkwam. Ook fysiek heb ik het tamelijk moeilijk mee gehad. De aanpassing, fysieke aanpassing, gezondheid. Dat ik ongeveer de eerste 2 jaren heel gemakkelijk griep had of koorts had. En de dokter die kwam, die kon niks vinden. Met antibiotica geprobeerd en zo. En dat ging dan weg. En 2 maanden naderhand begon dat weer terug te komen. En ik zag wel toen aan de prior en aan de novice meester dat die zich af begonnen te vragen, waar gaat dat naartoe met die man? Kan Don Marcelin dat zijn? Ja. Komt hij eraan uit. En op een gegeven moment was alles vergeten en weg. En ik weet niet waarom. En ik kan ook niet eigenlijk het moment niet zeggen waarop. Maar de zon is er ineens gekomen en er was geen moeilijkheid meer. Nee, ik moet de lange route of de korte? Nee, laten we maar de korte nemen. Deze. De korte? Deze. Hier zijn we op de plaats waar de eerste hutten gestaan hebben. En waarschijnlijk hebben ze even daarna dat kapelletje gebouwd, dat hun kerk was. En toen is er dus, toen ze hier ongeveer 30 jaar woonden, is er een lawine geweest. Waarschijnlijk een hele strenge winter of weet ik het wat. Met heel veel sneeuw en toen is er een stuk van de bergwand is naar beneden gekomen. En daar zijn die rotsblokken hier rond van. En daar zijn er de hutten die zijn bedolven. Zeven van de broeders werden gestorven. Zijn bedolven ook. En er waren er nog 3 levend en die zijn naar beneden gegaan. Waar nu het klooster is. Dus hier is La Grande Chartreuse begonnen? Ja. In de
eenzaamheid, ja. In de verlatenheid. Ja. En dat is voor ons altijd nog een heel erg sprekend voorbeeld van wat Bruno voor ons gewild heeft. Want als je hier bent, dan heb je verder niks meer. Vooral in de winter als er sneeuw ligt. Wat betekent die sneeuw? Die sneeuw, dat betekent stilte. Als het sneeuwt, dan is het nog veel stiller hier. Nu hoor je nog veel vogeltjes. In de winter is er helemaal niks. En wat het mooie is van de streek hier zo, het waait heel weinig. Je kunt hier dagen hebben dat de bomen niks bewegen, niks, dat alles geruisloos is. Heel imposant is dat. Dan hoor je alleen je eigen hart. Ja, als je luistert. Ja, dit is de kapel van Sint Bruno. En waarschijnlijk is die altaarsteen, die is primitief van de tijd van Bruno zelf. Begin van de 12e eeuw. Wat heeft dat nou te betekenen, die ruigheid die er is, die stijlheid ook? Ik denk dat Bruno daardoor is aangegrepen en dat hij daarvoor gekozen heeft. Omdat hier, hoe moet ik het zeggen, omdat hij het hier niet heeft kunnen vervalsen. En ook heeft gedacht, anderen kunnen het hier niet komen vervalsen. Het is hier zoals het is en zo moeten we het nemen en in die werkelijkheid willen we staan. Maar wat voelt u hier? Nou, dat naar boven gaat. Dat stijl naar boven gaat. Kijkt u vaak naar boven? Ja. Heel erg dikwijls. En wat ziet u dan? Niks. U komt uit Rijen, uit Brabant. Was het een jongensdroom om monnik te worden? Ja. Al toen ik nog klein was, heb ik het al voor de eerste keer gezegd dat ik in het klooster wilde. Toen was ik ongeveer 6 jaar. En waarom wilde u dat zo graag? Weet ik eigenlijk niet. Ik denk gewoon dat het idee of wat er achter dat idee zat voor mij, me gefascineerd heeft. Maar waarom? Ik zou het niet kunnen zeggen. Toch wel een idee van dat het klooster, zoals ik het toen voorstelde, en zoals het in werkelijkheid ook is, zoals ik het gevonden heb, een plaats is waar, waar je helemaal in kunt opgaan, waar je alles, heel jezelf kunt verwerkelijken. Waar veel vrijheid is en veel openheid. En waarom koos u voor de Kartuizers? Omdat ik ermee worstelde met de roeping hoe die vorm te geven in Nederland. In Nederland waren geen Kartuizers of zijn geen Kartuizers meer, sinds lang al niet. En ik had er eigenlijk nooit aan gedacht. Maar ik wilde toch wel een werkelijk, en ik zeg werkelijk en niet streng, maar een werkelijk kloosterleven. Dus met een kloosterlijk slot, met achter de muren, met veel koorgezang en zo. En als het voor mij te moeilijk wordt, weet je wat ik dan doe? Ja. Dan ga ik erbij zitten, laat me glijden. Doet het ook in sneeuw? Ja. Echt? Ja. We zijn op verschillende plekken geweest in deze kloosterserie op reis. En elke keer was er een ander thema. En dit keer is het vooral stilte. Mm-hmm. Waarom is stilte zo belangrijk voor een mens? Om zichzelf te beluisteren.
wat er in ieder van ons diep omgaat. En om te ontdekken dat de horizon, de diepste horizon, waar we toch eigenlijk allemaal naar verlangen, dat die diep in onszelf ligt. En hoe meer je daar naartoe groeit, hoe meer je daar jezelf op instelt en ook de middelen neemt, dus om die dimensie alle kansen te geven, hoe meer je ontdekt dat het eigenlijk dat is zo onbegrensd als het heelal. Dus die kleinste eenheid van binnen, ja, is net zo groot als... Ja. Maar als je en nou... even levend en even onvoorzienbaar. En als je nou ontdekt, als je in jezelf kijkt, dat het er niet zo mooi uitziet. Misschien word je daar wel heel onrustig van. Een bepaalde tijd. Maar als je dan nog dieper durft te gaan, als je dan je ogen niet sluit of niet wegloopt, dan merk je wel dat dat nog een korst is. En dat er iets is waar dat wat je eigenlijk bang van bent en wat niet zo mooi is, dat het nog maar een klein gedeelte van jezelf is. Heel klein gedeelte. En er zullen mensen zijn die zeggen, maar als het dan zo lelijk is, hoe kan God dan van mij houden? Dat is een van de vragen waar een kluizenaar misschien het langste mee moet worstelen. Of God wel van hem kan houden. Ja. Omdat ook in een kluizenaar, in zijn hart, ja, de dingen niet altijd zo mooi zijn als wij denken. Is dat uw grootste worsteling? Een van de grootste, zeker. En toch gaat hem elke dag aan. Ja, we moeten doorgaan. We hebben ja gezegd toen we ingetreden zijn, toen we de professie gedaan hebben, hebben we ja gezegd. Dus nou moet je doorgaan. Je moet fair play spelen. Naar God toe. Ja. Maar als je denkt dat dit jouw leven is. Ja. En als je denkt dat je nog dieper in je hart kunt afdalen. Dan kun je de hele wereld over. Daar hoef je de wereld niet over. Dan heb je de hele wereld al. Hoef je verder niet verder te gaan. Dat moet een groot geluk zijn. Ja, maar dan... Dat is een groot geluk. Maar ik denk dat dat toch bereikbaar is voor heel, heel veel mensen. Echt? Ja. En wat moeten die dan doen? Eventjes, van tijd tot tijd, heel eventjes bij zichzelf neerzitten en zeggen, waar sta ik nou, wat doe ik nou en waar wil ik heen? Het is nu tijd voor mij om naar binnen te gaan. Zelfs al een beetje laat. Ja. En wilt u vannacht hier doorbrengen bij ons, de nacht doorbrengen? Ik heb het u gevraagd. Ja. Ik zou het fantastisch vinden als dat zou mogen. Want het is aan weinig gegeven om daar naar binnen te gaan. Ja, ja. Voor één keer? Voor één keer. Ja, ja. Het stelt niets voor. Maar dat zal blijken. Ja. Ik heb mijn spullen meegenomen. Oh, goed. Ik ga graag met u mee naar binnen. Goed zo. Oké. En tegen jullie zeg ik dag. Ja. Ik heb wel geslapen. Oh, goed. Ik heb wel geslapen. Dat moet ook. Ik kwam om 8:30 was ik ongeveer in de kloostercel. Ik vond het wel, als ik niet bij u was geweest, was ik verdwaald. Want het zijn zoveel gangen. En wat mij voor de rest nog trof, was dat het zo ongelooflijk stil is. Mm. Het is stiller dan stil. U had gezegd wel eens tegen mij dat als je in zo'n kloostercel zit, dat je niks hoort van de ander.
Ja. Maar je hoort ook helemaal niks van het klooster. Nee. Het is helemaal stil. Ja. En volgens mij, als je hier niet wil zitten, ben je na een dag, word je er stapelgek van. Dat gebeurt wel eens. Niet dat ze stapelgek van worden, maar dat er mensen komen die zeggen, dat is prachtig, ik wil dat doen, ik wil dat kennen en zo. En die na 12 uur, 24 uur hard weglopen, die het echt niet kunnen houden. En nou begrijp ik het. Ik begrijp nou waarom mensen hier uit weglopen. Ja. Het komt niet door die muren. Nee. Het komt niet door die bergen. Nee. Maar het komt door de stilte. Ja, de stilte. Het is stiller dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Ja. Maar ik heb nog een vraag aan u ook. Ja. Ik moet het eerlijk bekennen, ik ben een paar keer in slaap gevallen. Tijdens het tofusie. Dan viel ik bijna van mijn stoel. Het is een stoel voor me neergezet. Ja, ja. En ik viel er bijna vanaf. Ja, ja. En dan schrok ik weer wakker en dacht ik, oh nee, ik ben er nog. Ja. Waarom moeten monniken 2 uur in de nacht bidden? Waarom moeten ze dat? Dat is geen moeten, dat is een doen. Een doen. Ja. Maar dat sloopt de mens toch? Dat je eerst van 9:30 tot 11:30 in bed ligt. Ja. En daarna weer van 2:30 tot 6:30 in bed ligt. Waarom sloopt dat? Ja, omdat er geen... Er zit geen ritme in. Ja, er zit misschien... ja, nee, er zit wel ritme in. Maar het is allemaal kort, kort, kort. Ja, dat wel. Dat wel. Het is allemaal kort, kort, kort. Ja, dat wel. En als je net aan je slaap gewend bent, ga je er weer uit. Ja, ja. Waarom is dat? Ik denk dat dat is omdat is al heel, heel, heel primitief in het monnikendom. Zelfs bij de Egyptische vaders, die hadden dat. Om niet helemaal op te gaan in iets waar je mee bezig bent. Om er een grens aan te zetten. Zelfs als je slaapt? Ja. Er zijn mensen die zeggen, het lijkt wel alsof de monniken hier God willen bewijzen dat ze strenger zijn dan wie ook. Dat ze zichzelf bijna... tekort doen. Nee. Wat je, dat kan er bij zitten bij een jong idealisme in het begin. Maar dan gaat er van met de tijd gaat er dan wel af. En ik denk dat het hoofdelement wat daar wat naar voren komt, wat steeds meer naar voren komt, is te willen bewijzen aan de andere mensen. Die niet hier in het klooster zijn, dat we er heel dicht bij hen staan. Ik denk dat dat veel meer meespeelt. Is dat echt zo? Ja, ja. U leeft hier om te laten zien dat u meeleeft met de wereld? Ja, ja. Er is een solidariteit tussen de mensen, waar ze ook zijn. Anders is de mensheid geen eenheid. En die solidariteit, die kun je op verschillende manieren kun je die uiten. Je kunt naar de derde wereld gaan om opvoedingswerk te doen. Of je kunt, als er ergens heel erg spant, kun je daar naartoe gaan als het mogelijk is om zieke mensen bij te staan. Of weet ik het wat, er zijn zoveel mogelijkheden. Maar er is ook een mogelijkheid om het hier mee te beleven, zeker op een afstand. Maar toch inwendig met veel overgave en met veel heel dichtbij te staan. En ik denk dat dat ook samendragen is. We zijn bijna aan het eind van het programma. Wij gaan terug naar Nederland. Ja. En dan wil ik zo graag weten, wat mist u nu hier in La Grande Chartreuse aan Nederland? Wat mist u? Mis eigenlijk niks, geloof ik. Maar ik denk wel heel vaak aan Nederland. Ja? Ja. En wat denkt u dan aan? De jaren die ik er geleefd heb, wat ik er geleerd heb, wat de mensen waarmee ik met omgegaan ben. Mijn familie die er nog is, die ieder jaar naar hier komt om bezoek te brengen. Dus de banden die blijven toch heel sterk. Maar ik
kan niet zeggen dat het een gemis is. Ik zal kijken of u toch misschien niet iets mist. Ik heb wat meegenomen voor u. Dat is eerst tulpen. Voor in uw tuin. Ja, dank u. U heeft een eigen tuin? Ja. Zou die tulpen daar doen? Vast en zeker. Ja? Ja, heel erg bedankt. En ik heb nog iets voor u. En dat is... pindakaas. Ja, dat is echt Nederlands. Ja. Stond bij ons altijd op tafel 's morgens. Dan was ik echt verslaafd aan. Heel erg bedankt. Leuk is dat. Ja. Ja. En misschien mist u dit ook wel. Dan moet u niet te veel krentenbollen. Hebt u naar mijn zus gebeld? Heeft u naar mijn zus gebeld? Die heeft vast doorgegeven. Ja, dat ken ik. Ja, ja. Dat zijn echt diepe herinneringen die dan naar boven komen. Dan ruik je, dan voel je, dan hoor je weer heel de sfeer van thuis, van de familie. Hoe je 's morgens voor we naar school gingen samen ontbijten en zo. En dat doet heel veel goed. Dat geeft heel veel warmte. Ja. Wat zou u aan de Nederlandse kijkers mee willen geven? Zou u dat op deze kaart willen schrijven? Dus het gaat om de stilte, zeg. Het gaat om de stilte. Welke boodschap wilt u meegeven? Nou, ik hou er niet van om aan andere mensen boodschappen door te geven. Dat vind ik een beetje pedant misschien. Maar ik wil wel hier een kort zinnetje opschrijven. Kunt u het lezen? Wees nooit bang om het stil te laten worden in uzelf. Dat is de boodschap die Dom Marceline Tevens meegeeft aan de kijkers thuis. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze Kloosterserie op reis. Dit was Kruispunt. Ik wens je nog een hele goede avond. Meer informatie over deze kloosterserie van Kruispunt vindt u op www.katholieknederland.nl. Dom Marceline, we staan hier in het bos. Boven het klooster is dit. En we zijn bij een kruis. Wat betekent dat kruis voor u? Voor mij... is het symbool van Christus. Het meest sprekende symbool van Christus. En in de middeleeuwen, in de eeuwen geleden, toen was het de gewoonte om overal waar bifurcaties waren in de wegen, om daar een kruis te zetten. En dus hier in de omtrek, in de bossen, vindt u nog heel veel kruisen staan. En wat betekent Christus voor u? Dat is... heeft een hele evolutie doorgemaakt, de figuur van Christus. In mijn binnenste, in mijn geestelijk leven, in mijn leven, in mijn menselijk leven. Want toen ik... voor ik intrad, was ik geweldig idealistisch. En toen was ik heel erg in aanraking gekomen met Oosterse kunst, met iconenkunst en zo. En dat had me heel erg aangesproken. En Christus is voor mij tot ongeveer 30, 35 jaar, was die de pantocrator van de Oosterse iconen. En wat betekent dat, de pantocrator? Als u ooit iconen bekeken hebt, vindt u heel vaak ofwel in de bovenste hoek van de icoon, ofwel de hele icoon, Christus, de albeheerser van de schepping.
De Almachtige. De Almachtige, ja. En dat was u tot uw 30ste, 35ste jaar? Dat heeft heel lang, dat beeld heeft mij heel lang begeleid. En dat was eigenlijk het beeld wat ik van Christus had. En dat was dus goed, zeker, dat staat in de schrift, zo in de Apocalyps. En wanneer is dat veranderd? Dat is veranderd toen ik dus een jaar of, ik denk, 32 was. En hoe kwam dat? Door de ontwikkeling die ik toen meegemaakt heb. En in welk beeld veranderde Christus? Christus werd toen mens voor mij. En wat gebeurde dan precies? Waardoor hij mens werd? Waardoor weet ik eigenlijk niet. Maar op een bepaald moment heb ik geconstateerd, heb ik gevoeld dat mijn visie op Christus aan het omdraaien was, aan het omslaan. En dat ik bijvoorbeeld bij de schriftlezing veel meer geïmponeerd werd, veel meer vastgehouden werd door teksten, door in de evangelies, die Christus in zijn mensheid, in zijn nabijheid met andere mensen naar voren bracht. Is Christus bij u ook nabij gekomen door het kruis? Door datgene... Vast en zeker. Maar dat heb ik eigenlijk op het ogenblik niet gevoeld. Dat is een reflectie, een reflectie die naar de hand gekomen is. Is hij dichterbij gekomen toen voor u? Ja, ja. Veel, veel dichterbij. En is hij levend geworden. Een levende figuur. En toen is de schrift ook, de evangelies en de heilige schrift, die teksten die zijn toen beginnen te werkelijk levend te beginnen te worden. Dus dat was een levend woord. We staan hier bij het kruis, hè? Draagt u ook een kruis? Ik denk zoals een symbolisch kruis, een figuurlijk kruis. Wil u daarmee zeggen? Is er een kruis in uw leven? Natuurlijk wel. Wat vindt u dan moeilijk? Wat is een kruis in uw leven? Een kruis in een leven, ik denk dat een bepaald iets is wat je op je schouders voelt, wat drukt en waar je niet onderuit kunt. En wat drukt bij u? Dat zou ik liever niet zeggen. Dat is te persoonlijk. Maar het bezwaart u wel? Soms. Veel minder op het ogenblik. Veel minder. Soms wel. Maar veel minder. En hoe, houdt u het? Het wordt lichter. En als het kruis wel drukt, hoe houdt u het dan? Hoe? Omdat u met verloop van tijd geleerd hebt waar ik houvast kan vinden. En dat is bijna altijd en alleen maar in de woorden van Christus zelf. Zoals die het in het evangelie geschreven staan. Wat mij nu, hier rondwandelend met u, wat mij nu door het hoofd speelt, dat is de vraag of het niet allemaal te mooi is wat ik aan het vertellen ben. En of het moet waar zijn wat ik zeg. En dus daar ben ik bij mezelf aan het verifiëren. Of ik alles wat ik zeg, of ik dat ook helemaal kan onderschrijven. Maar ook zo moet het overkomen bij de mensen die ernaar kijken, die ernaar luisteren. Dat het vooral wat belangrijk is, dat het zo is, dat het waar is. Wantrouwt u zelf dan? Een beetje wel misschien, ja. Ja? Ja. Waarom? Waarom? Dat ik misschien een beetje een hoogvlieger ben of zo, of een te idealistisch van aard. En zonder ideaal in je leven kom je er niet, maar je moet ook met je benen op de grond blijven staan. Is dat een van de dingen waar u mee worstelt? Ja, daar denk ik heel dikwijls aan. Ja, ja. En dan met verloop van tijd is het leven toch zo dat het
dat het leven, de omstandigheden van het leven en wat er gebeurt in een gemeenschap, wat er gebeurt in de kerk, wat er gebeurt in de wereld, dan word je zo met je neus op de werkelijkheid gedrukt, dat je eigenlijk helemaal niet meer terug kunt trekken, niet meer terug mag trekken. Maar dat denken mensen wel. Ja, van de gemeenschap, dat hij zich terugtrekt. Wat weet hij van de wereld? Ja, wij weten genoeg van de wereld. Wij weten niet alles. En wij hoeven niet alles te weten. Wij willen niet alles weten. Wij hebben geen televisie, we hebben geen radio. Er komt wel een krant. Maar wat er in de wereld rondgaat, dat volgen we van heel nabij. En dat dragen we zelf in ons mee. En als dan 11 september 2001 gebeurt, ja. Bidt u daarvoor? Ja. Ja. Het wordt heel sterk beleefd. En dat zet u over met beide benen op de grond? Ja. Bent u niet bedroefd? Verdrietig? Huilt u dan niet om de wereld? Nee. Ik heb altijd, geloof ik tenminste, dat de omstandigheden hier zo altijd mogelijkheid scheppen om genoeg afstand te bewaren. Om je er niet helemaal in onder te dompelen, zodat je er niet meer onderuit kunt. En huilt u wel eens om jezelf? Wat? Huilt u wel eens om jezelf? Dat is wel eens voorgekomen, ja. Ja? Ja, natuurlijk. Wie doet dat niet, denk ik. Natuurlijk wel. Van geluk of van verdriet? Van allebei. Van allebei. En dat is een van de mooie dingen die wij ontdekt hebben met de vaderspreuken van de woestijnvaders. Dat bijvoorbeeld de gave der tranen werd er heel veel over gesproken in de middeleeuwse spiritualiteit. Het feit van kunnen huilen, dat het hele register van de menselijke aandoeningen en affecten doorgaat. Van de meest contrasterende, de meest harde, de meest moeilijke, tot de grootste opene. En dat is een van de dingen, hoe moet ik het zeggen, als je dat voelt en als je dat ziet en als je dat beleeft, dan zeg je, ja, nou zit ik op goede grond. In feite is alles wat u hier doet, verschilt niet zoveel van wat ik aan verdriet voel. En, nee, zeker niet. Geldt dat voor het hele leven wat u leidt, in vergelijking met de wereld? Ja. Bent u met hetzelfde wezenlijke bezig als wij? Ik denk het wel. Wil u dat ook? Natuurlijk. Gaan we even de kapel binnen? Ja, we gaan de kapel binnen, want we moeten nog terug. Ja. We staan hier op een plek waar u graag bent. Waarom wilt u hier graag zijn? Omdat er zoveel te zien is en omdat het zo open is. En omdat je verder niks ziet en hoort als de natuur en... Het is de wijdheid van het landschap. Ja. Die spreekt u aan. Heel erg. En waarom? Heeft me altijd aangesproken. En waarom? Ik denk dat dat een gevoel van, bevrijding geeft of zo, of van rust. Ervaart u in deze wijdheid en in die rust ook uw kwetsbaarheid? Ervaren zou ik het niet zeggen. Maar die gedachte aan die kwetsbaarheid die komt wel naar voren. En hoe ziet u dat dan bij uzelf? Hoe zie ik dat bij mezelf?
denk het kan het beste zeggen dat die kwetsbaarheid die bestaat er en daar kunnen we niet onderuit. Die moeten we meedragen. En die zal zich altijd op een of ander moment aan ons opdringen. Sommige dagen meer, andere dagen minder. Maar die is er nu en daar moeten we mee leven. En in zo'n omgeving wordt het daarmee leven veel gemakkelijker. En waarom? Wordt gerelativeerd. Wat we hier zien gaat boven die kwetsbaarheid uit. Betekent dat ook dat u niet opziet tegen het einde van het leven? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Wel misschien de manier waarop. Ik hoop natuurlijk dat het, als het moment komt dat het niet te lang duurt, dat er niet te veel pijn bij komt en zo. Maar op zich het moment van het heen gaan en naar een ander leven overgaan, is me helemaal niet, is me dierbaar zelfs. Dierbaar omdat het al van kinds af aan een hele familiaire gedachte is geworden. En ik heb dat van mijn moeder, denk ik. Mijn moeder die sprak dikwijls over het doodgaan, dat we naar een ander leven moeten, dat, over het leven hierna. En dat heeft mij altijd heel erg aangegrepen. En zij sprak daarover met heel veel, hoe moet ik het zeggen, gemak. En niet veel, maar ze was er niet van onder de indruk of niet, ze was er niet bang van. En, dus ik heb daar ook nooit angst voor gehad. Dus je moeder heeft u geleerd anders om te gaan met de dood? Of goed om te gaan met de dood, denk ik. En heeft u dat ook ervaren bij de broeders hier in het klooster die gingen sterven? Meestal, in de meeste gevallen sterven de mensen hier tamelijk laat. Als ze oud zijn, heel oud zijn. En dan is het leven, dus die hebben het hele leven hebben die gegeven. Die zijn moe, die zijn uitgeleefd, om het zo maar eens te zeggen, hier beneden. En die verlangen echt naar iets anders. Naar een overgang. En wat is dan dat anders? Wat is die overgang? Dat is het, de belofte van het evangelie ingelost zou worden. Van het hiernamaals. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Zo weinig mogelijk. Alleen maar aan de teksten, aan de woorden van het evangelie zelf houden. Die Christus gezegd heeft. Maar er niks rondomheen fantaseren. Want zo komt het niet uit. En blijft een mysterie. En voor dat mysterie leeft u een heel leven lang. Ja. U leeft met een geheim. Ja. Dat is net het mooie van het leven. Dat je niet alles weet, dat niet alles ingelost is, dat er beloften blijven. En dat je eigenlijk niet weet hoe die beloften zich gaan ontwikkelen. Maar het geloof dat het er is en dat het er zal zijn. En daaraan vasthouden. En als het er is, dan wordt u hier in het klooster begraven. Ja, ja. En dat gaat niet zoals wij dat kennen. Hoe gaat het hier? Het gaat hier, wij worden in ons habit begraven. Op een plank. Dus niet in een kist. En meestal blijft het lichaam 2 of 3 dagen boven aarde staan, zoals ze in Nederland zeggen. En dan bidden wij daarbij, de een na de ander, tot de dag van de begrafenis. En dan gaat u in uw habit, ja, de grond in? Ja. Wat is de gedachte daarachter? Weet ik eigenlijk niet. Ik
Gewoon zo eenvoudig mogelijk, denk ik. Maar zonder kist? Ja. Is dat niet eng? Daar voel je toch niks van? Ik denk dat je in de kist enger ligt dan op een plank. En voor nee, dat zijn allemaal dingen waar je aan wendt. De eerste keer imponeert dat een beetje, maar na de rand niet meer. En dan komt er een kruis op? Ja. Zonder naam? Zonder naam, ja. Waarom is dat? Omdat wij toch wel weten wie er ongeveer op welke plaats ligt. En wat daar overblijft in het graf, dat is niet het voornaamste. Onze gemeenschap, die blijft over de dood heen naar boven. En daar blijft de naam bestaan.